De B1 van Ajax, zij speelde afgelopen zaterdag tegen Brabant United B1. En het wordt een doelpuntenfestijn. De B1 scoort erop los. Al na 2 minuten is het 1-0 voor Ajax. Martijn Kaars, de spits, met de eerste goal van de wedstrijd. De B1 dat derde staat in de competitie achter Feyenoord en PSV. Begint steeds beter te draaien. En in deze wedstrijd gaat het helemaal los. Dit is Dibis Owusu. En Noah Lang. Lang met de voorzet naar Kaars. En binnen 10 minuten heeft hij zijn tweede goal te pakken. 2-0 voor Ajax. Gerry Vink, de trainer. Brabant United komt terug in de wedstrijd. 2-1 wordt het. De vrije trap van Conceição. De linksback krult hem over de muur. En Thijs de Duitse kansloos op deze mooie vrije trap. Weer Owusu. Kaars. En dit is Antonucci. De Belg krijgt hem mee. Antonucci alleen op de doelman af. Die bal wordt gekeerd. En dan met een mooi lopje in de verre hoek is het alsnog raak voor Antonucci. 3-1. Goed afgemaakt. En een prima voorsprong voor Ajax dus. Dit is Kluivert. Justin Kluivert met de voorzet naar Antonucci. En ook hij gaat zijn tweede van de wedstrijd maken. Een mooie geplaatste bal in de verre hoek. En het is 4-1. Dan gaan we naar de tweede helft. De lange bal van achteruit. Hier wordt Kaars weggestuurd. Kaars controleert goed, neemt er goed mee. En een mooi lopje over de doelman. Zijn derde van de wedstrijd. 5-1 voor Ajax. Trainer Gerry Vink na afloop van deze wedstrijd niet helemaal tevreden. Omdat er ook flink wat kansen nog zelfs gemist werden. Maar inmiddels staat het wel 5-1. Brabant United doet in de tweede helft ook nog wat. Dit is Jori met de 5-2. Bilal Jori passeert Thijs de Duits. En zo geeft de Ajax ook nog 2 onnodige tegengoals weg dus. Tot ontevredenheid ongetwijfeld van de technische staf. Hier is weer Antonucci die hem goed meeneemt. Owusu en Kluivert helemaal vrijgelopen. Kluivert met de schuiver in de verre hoek. En zo is het 6-2. Maar het is nog steeds niet klaar voor de B1. Dat eerder dit seizoen ook al een paar grote uitslagen neerzette. Hier een uitbraak van Ajax. Met Baars. Millen Baars. Noah Lang is mee. Lang krijgt hem. Lang geeft hem. En een wonderschoon doelpunt van Martijn Kaars. De man van de wedstrijd. Hij maakt met een omhaal zijn 4e van dit duel. Een uiterst knappe goal van Martijn Kaars. Die zich in deze B1 ontpopt tot een doelpuntenmaker. Een goalgetter. Hier jaagt hij goed door. Kaars helemaal vrijgelaten. Kluivert. En Kluivert heeft een goed linkerbeen en een prachtig schot. En hij bepaalt de eindstand op 8-2 voor Ajax tegen Brabant United.